Nou, de reality van Google, die heb ik zelf door er naartoe te gaan. En de reality van Google, dus hoe op internet, hoe de meeste mensen kennis maken, of alleen maar op het of kennen via Google. Dat kun je realiteit noemen, maar dat is een digitale realiteit of een virtuele. En de werkelijke realiteit is wel met geur en met kleur en contact maken met de mensen. En de honden en de hondenbezitters. Dus dat is van een heel andere orde. Dat heeft veel meer lagen dan je ooit in één foto of in één beschrijving digitaal kunt weergeven. Ja.